Ja, Rogier, tref jij het niet dat je hier staat in de schaduw? Je staat liever bij Aleta en Simon volgens mij. Ja, klopt. Het was geweldig weer om buiten te zijn, maar ja, het is zoals het is. Dat was eigenlijk ook mijn slotzin in minuut 90 ongeveer. Het was lekker weer. En de wedstrijd deed er eigenlijk niet toe, tot de blessuretijd. Ja, jij weet dat wedstrijden langer duren dan 90 minuten. En... Snap wat ik bedoel? Nee, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Het was denk ik voetbaltechnisch gezien niet de leukste wedstrijd. Twee ploegen die in evenwicht zijn, denk ik. En waarin wij denk ik wel de beste mogelijkheden hebben gehad. Alleen ja, het lukte niet om hele grote kansen uit te spelen. Dat moet dan naar de individuele acties komen. Nou, dat lukte niet altijd. Maar het is wel mooi dat je op het eind eindelijk een keer een wedstrijd wint. En dat je eindelijk weer thuis wint. Voor de derde keer pas dit seizoen. Er kwam wel wat los, hè, bij het publiek. En bij je elftal. Ja, maar dat is ook logisch, toch? Ik bedoel, daar snak je ook een beetje naar. En als je ziet hoeveel mensen er waren en hoe ze ons helpen. Ja, en natuurlijk ook het moment en de spelen die je doet, dat draagt allemaal bij aan de emotie. En ja, dat is ook wel leuk van voetbal, toch? Dat maakt voetbal alles. Vertel eens wat over die jongen, want Google geeft wat statistieken, maar niet heel veel meer. Jij kent hem wat beter. Ibrahim Sissoko, ligt zijn doop zelfs. Buitenspeler, hè, met altijd op zoek naar een actie. Hè, dat zag je ook in die momenten dat hij erin kwam nu en ook tegen Utrecht. Zoekt altijd het 1-tegen-1 duel. Kan zowel links als rechts spelen. Heeft ook diepte in zijn spel. Dat was ook eigenlijk de reden dat we hem nog brachten. Ja, en Google zegt, hij gaat naar Dordrecht afgelopen zomer. Wie zei dat? Als ik Google, staat er dat hij naar Dordrecht zou gaan afgelopen jaar. Wat is dat verhaal? Ja, daar is hij even geweest. Want hij wou wat eerder aan het eerste elftal ruiken dan dat wij dachten dat het goed voor hem was. Maar nu zit hij gewoon bij ons en sluit hij de laatste week aan bij het eerste. En zal hij volgend jaar in de voorbereiding eerste elftal speler zijn. Nou, dit is een mooie vuurdoop voor hem en voetjes aan de grond zou ik zeggen. Is dat lastig voor iemand die dan zo'n middag beleeft om dan even zijn voetjes op de grond te houden? Nee, maar vandaag hoeft dat ook niet. Ik bedoel, hij mag er ook van genieten. En ik zag hem ook helemaal terugverdedigen tot de achterlijn. Dus vandaag mag hij er ook van genieten, maar... Daarna komt het wel weer, maar het is gewoon voor hem hartstikke een mooie dag. En voor jullie allemaal? Ja, klopt. We zijn er blij mee. En wat jij zegt, het is de derde keer thuis, hè, en lang geleden. Dus het is prettig dat we een keer gewonnen hebben. Dankjewel.